Goedemiddag, de cake van Joost is voor één keer omgedoopt tot de cake op vak X. Weet wat gebeurt er hier vanavond? Oh, wat gebeurt er hier vanavond? Aangezien de positieve situatie waar we nu zitten, hebben we erover nagedacht van kijk, begon ik een beetje het Nederlandse model volgen en het buitenlandse model volgen. Dan begon ik weer een klein korteeltje organiseren. Situaties à la Ajax. Bijvoorbeeld, ook Magol heeft dat ook al gedaan, bijvoorbeeld. De moment van hun succes dat ze overgenomen hadden, supporters dan wil ik zeggen. Dus, en dan zei we gaan dat ook een keer doen. Hè, en, een schoon initiatief. Ja, we kunnen iedere keer een spandoek hangen, boven de reeks. We moeten een beetje variatie brengen in het spel. En nu dan op die positie staan, vol met het moment. Om ook een keer de heer Bettens als pure Anderlecht vanuit een bezoek te brengen. Dus we moesten van ergens starten. Aangezien dat Winder voor de match meestal hier in La Corba zit. En men zei van begin van La Corba. Naar de Klauwaard. Fantastisch. Naar het stadion. Wat is de situatie voor jullie verantwoord bij de spelers? Ik denk dat vooral een positieve rol speelt in de totaliteit van het supportersgebeuren. Want ik zie wat beleving dat er nu is op de tribune van de kant Ijvers. Mede door interactie met vak X. Allee, het ene ontsteekt, het andere organiseert. Alleen wel eens de veel succes met je stoot aan de markt. Dat is een goed initiatief. En nog een pronostiekje voor de wedstrijd? Hij is dan 3 en niet gemist. Oké, we kunnen ermee leven. Bedankt. Jo. Kom maar,
dat dan maar. Pronostiekske. Je werd niet mee. Ik voel de bui al lang bezig. Hoor. Ben je niet de bui al voel dan? Relatjes hier! Ja, hier! Hier!